Goedemorgen iedereen, welkom bij weer een nieuwe video. Ik ben in Brussel samen met Celine en we zijn aan de parking Grote Markt. We gaan vandaag juweeltjes uitzoeken, dat is heel spannend. Maar dat zal ik jullie zelfs laten zien. Eerst gaan we nog in het stad even foto's maken voor een campagne waar we aan meedoen, zal ik zeggen. En daarna gaan we naar de winkel en Nathalie van den Berg zal er zijn. Dus dat is wel fijn. Daarna gaan we ook nog eten bij, noemt dat de Avocado Show. Ja, Avocado Show. Ook ergens hier in Brussel, dus ik ben benieuwd. Wij zijn ondertussen aangekomen bij Gotham. Hey girls, Nathalie is hier, zoals ik zei. En ze hebben al een hele mooie selectie gemaakt met super mooie ringen. Ik ben heel benieuwd en ik ga ze jullie allemaal laten zien. Oké, we hebben een hele mooie ring gekozen. Ik kan niet wachten om ze te laten zien. Ik ben blij. Maar ze gaan de maat nog kleiner maken. Ondertussen gaan wij eten en dan komen we terug de ringen halen. Ondertussen ben ik terug thuis met mijn ring. Kijk hoe ongelooflijk mooi deze is. Ik vind hem echt zo mooi. En heel leuk nieuws, want er komt heel snel, ik denk begin februari, komt er een giveaway en dan kan iemand zo'n ring winnen. Niet knal dezelfde als mij, daar zit je vrij in om te kiezen, maar alleszins een ring. Voor die waarde. Dus, en het is wel wat. Dus dat is kei fijn. Ik heb ondertussen mijn chill pakje aangedaan. Mijn chill pakje is trouwens van Hey Muffy van Chiquel. Zo crème met brede pijpen. High-waisted en een crop truitje. En dit zit echt zo ongelooflijk goed. Echt een zalig chill pakje. Waar ik gewoon eigenlijk in huis mee rondloop. Dus ook zou ik ook naar de winkel of zo gaan. Maar natuurlijk nu niet voor een werkdag of zo. Maar het is echt een heel leuk stofje ook. Een heel warm stofje. Dat is kei tof. En dan ga ik nu nog een beetje werken, monteren. Papierwerk moet ik nog een paar dingen in orde maken. En dan ben ik aan het twijfelen. Als ik nog ga trainen straks. Ik ben niet zeker. Oh. Ik weet het niet. Ik weet dat Niels om 5:30 gaat trainen in geel samen met een vriend. Ik was aan het denken voor ik ga sowieso deze avond naar Niels en voor ik naar daar ga, dat ik dan zou gaan trainen daar ook. Maar ik weet niet. Momenteel voel ik me vrij lui en volgegeten. Dus ja, ik ga zien. Alleszins eerst werken. Ik heb besloten dat ik toch ga fitnessen. Ik heb thans niet heel veel goesting, maar ik ga ervoor. Goed bezig, dus let's go. En dit is ook mijn nieuwe sportoutfit van Chiquel. De
ik op besteld. Het is een setje in zo'n oud roze kleur. Ik vind de kleur echt super mooi. Met een langer sporttopje. Wat er dan zo uitziet. Ook, ja, dit is natuurlijk niet als je hele, hele dikke borsten hebt. Maar voor mij gaat dat. En dan deze legging. Het ziet er zo uit. Ik heb ook al getest. Hij is squat-proof. Dus gelukkig. En ja, dit is mijn setje. Ik zal trouwens het chill setje en het sport setje onder in de beschrijving linken. Want ik weet dat er velen dat gaan vragen. Ze hebben ook die sport setjes in heel veel verschillende kleuren. Dus dat is wel kei tof. We zijn ondertussen terug thuis van de gym. Ik heb wel nog goed mijn best gedaan. Ik had schouders en een beetje rug gedaan. En dan 15 minuten interval cardio op de fiets. Dus ik ben toch nog wel fier op mezelf dat ik nog ben gegaan. Ik doe dat niet zo heel graag 's avonds. Ook omdat het gewoon best druk is. Maar ik was nu in de fitness in Geel gegaan waar Niels gaat. En daar was het wel beter, omdat dat een hele grote basic fit is daar en het center was heel klein. We zijn nu eten aan het maken. Zoete aardappelen met groentjes en kip. Ik zal jullie eens laten zien. Het is echt heel simpel, want het gaat gewoon allemaal de oven in. Dus dat is echt zo easy. De zoete aardappel zit erin. Het is wel veel, omdat Niels ook nog heeft voor morgen. En dan... Oei, wacht. Dat gaat zo niet. Dat was hem hier helemaal aan. Ja, ik zal de groentjes als ze klaar zijn te goed laten zien. Dan gaan we nog kip maken. Dat gaat Niels maken, want die kan daar lekker met kokosolie. Food is ready. Ziet er goed uit, hè. Heb je goed gedaan, schatje. Yummy, yummy, yummy. Yummy, yummy, yummy. Ja, Tali wil geen ketchup. Ik wil geen ketchup. Ketchup is vies. Allee, is niet vies, maar toch niet... Echte mensen eten dan een ketchup. Toch niet bij zoiets gezond. Ketchup. Nee. Niemand eet dat met ketchup. Alleen jij doet dat. Laat me weten, zouden jullie hier nu ketchup bij doen? Er zit al saus, een sausje op het vlees, teriyaki. Dat komt natuurlijk. Zouden jullie daar ketchup bij doen? Vul dat maar. Dit is droog. Daar hoort ketchup bij. Dat is zoete aardappel. Met ketchup. Ik ga denk ik hier op de vlog afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk, dus zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. En dan zie ik jullie snel weer. Dank jullie wel trouwens om altijd te kijken. En fijne comments en lieve comments achter te laten. Tot snel!